Hi guys, Gretje Bunnens hier. Als mensen u zeggen, je moet iets doen, of je moogt dat niet doen, of jij moet dit zo doen, of zo zeggen, of jij moogt dit niet zeggen, of moogt het niet zo zeggen, of het niet zo doen, whatever. Wat is dan uw reactie? Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar bij mij, ik heb dat niet graag. Daarom dat ik ook altijd zeg, als mensen mij zeggen, je moet iets doen, dan zeg ik moet dus niks. En als mensen zeggen, dat mogen jij niet doen, dan zeg ik, is dat zo? Dat is dat rebelskantje in mij. Maar als mensen zeer dwingend moeten, hè, met dwingende taal, het moeten, absolute taal, mij proberen te overtuigen van iets, dan is dat niet zo gemakkelijk. Ik ben iemand die openstaat voor argumenten, maar dan moeten en boem, je moet maar volgen. Dat is niet zo mijn dada. Hoe is dat met jou? Wel uw dada, niet uw dada, I don't know, vertel mij. Alleszins, waarom zeg ik dat nu? Omdat ik natuurlijk de laatste 2 jaar, en zeker de laatste jaren, zeker de laatste maanden, beginnen de gemoeden, of zijn de gemoederen enorm verhit wanneer het over bepaalde discussies gaat, over bepaalde onderwerpen gaat, en begint men tegen elkaar van alles te vertellen. En wat ik merk heel vaak, is dat men in vrij dwingende taal de ander probeert te overtuigen. Dus je moet dat doen, of je mocht dat niet doen, en wie zeg jij wel om dat te doen, en denk ik 2 keer na, enzovoort. Dus dat is in 1 groot probleem, is die dwingende taal. Het tweede grote probleem dat ik wel vaak zie, vooral dan op social media, is dat men op het manneke speelt en elkaar begint te verwijten en namen te noemen. Je bent een slappeling of een schaap, of je bent een wappie, of je bent een complotdenker, of je bent een loser, of je bent het niet waard om ouder te zijn, of je bent een gemakzuchtige, of je bent een dommerik, of een whatever. Dus men begint met namen te gooien naar elkaar. Dat is een tweede probleem dat ik zie. Nu, als je het ene hebt van het moeten, je mag niet. En jij loser, jij lammekak, whatever zo van. Denkt jij dat de andere partij dan gemakkelijk te overtuigen is van jouw mening, jouw visie, jouw ideeën, jouw passies? I don't think so. Ik hoop dat je dat duidelijk is. Bij mij toch wel eens niet. Als ze mij al een loser noemen en ze gaan mij dan nog een keer zeggen dat ik iets moet doen en als ik het niet doe dat ik een loser ben, ik denk niet dat krap ga overtuigd worden. De vraag is dan, wat wel? Hoe ga ik wel overtuigd geraken? Dus gelukkig ben ik iemand die nogal open-minded is en door scha en schande ondervonden heb dat het beter is van wel te luisteren naar meningen van anderen. Dat is ooit anders geweest. Dus ondanks het feit dat ik dat rebelskantje altijd zal hebben, sta ik open voor mening van anderen en wil ik altijd, of toch zeer vaak, ik probeer altijd, laat ik het zo te zeggen, met verschillende brillen naar een situatie te kijken. En dat heeft mij heel veel opgebracht. Want zo zit ik niet in mijn tunnelvisie met mijn paardenkleppen op, maar ben ik in staat om op een andere manier naar dingen te kijken. Dat probeer ik zoveel mogelijk toe te passen. I'm only human, dus ik zal ook wel fouten maken. Maar dus ik sta wel open voor argumenten van anderen. Met andere woorden, als jij afkomt met argumenten, als jij mij een bewijzen laat zien, als jij een onderbouwde mening geeft, als je dat op een empathische, misschien wel een kordate manier, maar een normale manier zegt en niet door mijn namen te noemen of door het moeten, dan zal ik wel openstaan voor uw ideeën. Dat wil nog altijd niet zeggen dat ik van mening ga veranderen of dat ik u helemaal ga volgen. Let's agree to disagree, zeg ik soms, of zeg ik heel vaak de laatste tijd. Maar ik ga er wel voor openstaan. Dus bij deze, de oproep, want dat zie ik hier nu vandaag de dag heel veel, en ik zal me waarschijnlijk daar ook al een keer schuldig over gemaakt hebben, whatever. dus nu ben ik mijn klus kwijt. Maar alleszins, we zien dat heel veel, dus mijn oproep van vandaag is,
Als jij een mening hebt en je bent echt overtuigd van de mening en het is belangrijk voor u, dat is wat dat jij voor staat, je moet niet zwijgen. Speak up, speak your truth, hè? Zeg je mening enzovoort. Alleen probeer het zoveel mogelijk op een, diplomatische manier te doen. En ga niet in de aanval. Doe dat niet op een assertieve, beledigende manier. Probeer andere mensen niet par force te overtuigen. Want weet dat het heel moeilijk is om mensen te overtuigen, hun mening te veranderen, gedrag te veranderen enzovoort. Dat is gewoon heel erg moeilijk. En al zeker als je dat dus assertief, agressief doet en als je mensen met namen noemt. Maar het kan eventueel wel als je dat op een rustige manier doet, door bijvoorbeeld informatie te delen, door uw kennis te delen, door vragen te stellen, dat is mijn techniek meestal, door mensen te laten nadenken, af en toe door humor te gebruiken, dat gebruik ik ook altijd. Dus er zijn verschillende manieren dat je wel kan toepassen om de mensen op een andere manier te laten kijken naar de situatie, zonder dat je dat assertief, agressief moet doen, of zonder dat je ze moet uitmaken voor het lelijke van de straat. Dus bij deze de oproep van laat ons een keer vandaag, morgen, de hele week en de rest van ons leven misschien ons best doen om als we mensen ergens van willen overtuigen van dat niet te doen op een agressieve manier. Laat ons vanaf vandaag wel opkomen voor onze waarheid, voor onze rechten, free speech, voor ja, dus durf uit te komen voor waar dat je voor staat enzovoort. Maar doe dat op een manier die niet zo aanvallend is, die intelligenter en diplomatischer overkomt. Probeer het gewoon eens. Is het de manier? I don't know. Hè? Who am I to judge? Maar ik denk dat het wel een betere manier is dan heel hard in die aanval te gaan. Het is maar een ideetje en ik denk dat het voor minder polarisatie zal zorgen, voor minder agressiviteit zal zorgen op social media. Want één ding is wel gigantisch belangrijk. We're all one en we gaan hier samen uit moeten geraken uit deze crisis. En dat gaan we niet doen door met elkaar te blijven vechten. Dat gaan we doen door samen te kijken van welke oplossingen zijn er en hoe geraken we hieruit. Dat gaan we ook doen door zelf verantwoordelijkheid te nemen, door bij jezelf te blijven en te kijken van oké, wat kan ik doen? Of hoe kan ik ageren? Of wie kan ik zijn om hier de dingen te veranderen? Dus neem zelf verantwoordelijkheid. Ja, je moet het ook niet altijd buiten jou leggen, maar durf naar binnen te kijken en zeggen van oké, wat kan ik hier nu aan doen aan deze situatie? Hoe zorg ik ervoor dat ik hier zen in blijf? En dat ik mijn best zal doen om voor mij, voor mijn omgeving en daarbuiten ervoor te zorgen dat we hier heel huids uitkomen. Voilà, ik denk dat dat zo'n beetje de belangrijkste boodschap was. Blijf communiceren, blijf uw mening zeggen, blijf uw ding doen. Doe het alleen op een manier die met respect is. Met respect naar elkaar. Je gaat veel verder geraken en je gaat veel gemakkelijker je mening erdoor krijgen, denk ik dan. Heb je andere ideeën erover? Of heb je nog ideeën wat we zouden kunnen doen? Laat het mij zeker weten. Zet het in de comments. Ik hoor het heel erg graag. En in the meanwhile, love you.